Ik weet dat hij in die Juliette Bende zat en dat hij mij wel eens een brief schreef, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. En ik heb verder ook nooit iets meer van hem gehoord, al ik ben misschien 19 jaar niet. Dus het is een zaak die bij mij behoorlijk is weggezakt. Ook omdat ik eigenlijk drugszaken helemaal niet interessant vind. En ik veel meer op moordzaken en dan met name kindermoorden gefocust ben. Ik heb altijd leuk kunnen leven. Ik heb altijd geleefd. Ik heb echt geleefd. Dus. Hoe oud ben je nu? 57. Maar hoe vond je het om Peter te ontmoeten? Leuk. Heel goede energie. En hoe lang is het nu geleden dat je voor het laatst hebt gezeten? 2004. Het laatste voor geweest. En toen heb je hoe lang gezeten? 6,5 jaar. Ja. Ik vind het heel netjes dat hij de moeite neemt. Hè? Ja. Ja, hij had het niet hoeven doen. Hè? Hij had het niet hoeven doen. Hij had niet eens mijn e-mail hoeven. Nee, ik vind wel iemand die zo eigenlijk een druk leven heeft, want daar kun je wel van uitgaan dat hij een heel druk leven heeft. En ook de positie waar hij momenteel in zit, vind ik mooi. Tegen aan de mond. Nou, dat wij geen invloed hebben op wat de Omroep Brabant publiceert. Dus zien we maar gewoon van alles af, denk ik. Dat is maar het beste. Dat hebben we allemaal niet nodig, joh. Thank you so much.